Hallo, ik ben Andrea en ik wil graag beginners helpen die gitaar willen leren spelen. Ik zal een paar video's maken met een stap-voor-stap uitleg voor echte beginners die hun eerste akkoorden willen leren. Ik zal beginnen door je te laten zien hoe je een zeer eenvoudige blues kunt spelen met drie verschillende akkoorden door op slechts één snaar tegelijk op de gitaar te drukken. In de volgende video's zullen we dan op twee snaren drukken en uiteindelijk zal je leren hoe je de volledige akkoorden kunt spelen. Zo, laten we beginnen met onze eerste akkoord. Dat zou eigenlijk een E7 moeten zijn, maar we gaan het, zoals gezegd, gedeeltelijk spelen. En dat doen we door de derde snaar, 1, 2, 3... op de eerste of achter, vlak achter de eerste fret in te drukken. Je speelt met je duim voorlopig. We gaan straks ook bekijken hoe je met een plectrum speelt. Dus voorlopig met de duim. En je bespeelt de eerste drie snaren. En dat is je E7 akkoord. Ik wil wel iets zeggen over hoe je je vingers daarop moet plaatsen. Dus als je wijsvinger vlak achter de eerste fret indrukt, krijg je het helderste geluid met zo min mogelijk kracht. Als je dat hier in het midden zou doen, dan heb je veel meer kracht nodig om een helder geluid te produceren. Dus vlak achter de eerste fret. En druk maar niet te krachtig in. Ik zou zeggen, experimenteer een beetje. Je kan beginnen met heel weinig druk, waardoor je eigenlijk geen goed geluid krijgt. En dan oefen je steeds meer druk, totdat je een helder geluid hebt. Niet meer dan dat. Je zoekt eigenlijk de grens op. Als het maar net genoeg kracht is om een helder geluid te krijgen, dat is de juiste hoeveelheid kracht die je nodig hebt. Zo, en dat is je E7. Nu gaan we naar het volgende akkoord, wat een A7 zou zijn. En die gaan we ook met maar één op één plek in te drukken. En dat is de tweede snaar op de tweede of achter de tweede fret. En dan bespeel je ook in dit geval de eerste drie snaren. En dat is je A7. Het laatste akkoord is een B7. Die we ook gedeeltelijk maar spelen. En dat doe je door op de tweede fret of achter de tweede fret de derde snaar in te drukken. En dan bespeel je ook in dit geval de eerste drie snaren tegelijk. En je krijgt dit geluid. Wat ook een vorm van B is. Zo, als je deze drie akkoorden achter elkaar speelt, je kan de basis van een blues spelen. En dat doe je namelijk door ieder akkoord viermaal te bespelen. Dus 1, 2, 3, 4 en dan wissel je van akkoord 1, 2, 3, keer je terug naar de eerste akkoord, de E. En dan ga je naar het derde akkoord, de B. Ook vier keer. En dan keer je voor het laatste naar de eerste akkoord, E. Dus uiteindelijk heb je de basis van een blues.
Herhalen, ook met je andere vingers. Op een gegeven moment zal je ongetwijfeld pijn voelen op je eerste vinger. Dan kan je je andere vingers gebruiken om dezelfde akkoorden te spelen. Kan je middenvinger. En als je durft, kan je ook een klein vingertje gebruiken. Zo, bedankt voor het kijken. Vergeet niet om een kijkje te nemen bij mijn website andreagitaar.com. En als je deze video leuk vond en nog meer zou willen zien, laat het alsjeblieft weten. En kijk naar mijn volgende video's.